In de Nijmeegse Stevenskerk opent komende zondag een expositie rondom de middeleeuwse schilders van Limburg. Kunstenaars van de Unit Academie lieten zich inspireren door deze Nijmeegse schilders en stellen hun werk tentoon tijdens de expositie Echt van Limburg. De gebroeders van Limburg worden wereldwijd bewonderd om hun kunstwerken. Hun originele werken zijn nauwelijks toegankelijk, maar deze tentoonstelling maakt hun kunst voor even tastbaar. Kunstenaars van de Unit Academie, een academie waar jongvolwassenen met een bijzonder beeldend talent werken, combineren de stijl van de gebroeders van Limburg met de hedendaagse maatschappij. Het gaat over Echt van Limburg en dit zijn een aantal kunstenaars die hebben zich laten inspireren door die kunst van die gebroeders van Limburg. En die van Limburg, ja, dat zijn de eerste kunstenaars van Nijmegen die we bij naam en werk kennen. Ja, en dat is toch heel leuk dat die na 600 jaar nog anderen kunnen prikkelen. De jonge kunstenaars hebben zich eerst moeten verdiepen in het werk van de gebroeders van Limburg. We zijn begonnen met eerst het werk van de gebroeders van Limburg te bekijken en de technieken te leren die de gebroeders van Limburg gebruikten. En vervolgens zijn ze allemaal op hun eigen wijze aan de gang gegaan met het werk van de gebroeders van Limburg. Door de verschillende stijlen van kunst die hier tentoongesteld worden, hoopt Van der Heijden dat ze met deze expositie anderen kunnen inspireren. Nou ja, je hoopt altijd dat mensen op die manier ook op een andere manier gaan kijken naar kunst. Ook naar die oude kunst. Sommigen vinden dat misschien heel oud en voorbij enzovoorts. Maar dat is helemaal niet zo. Want er zitten gewoon allerlei dingetjes in en thema's en de manier van werken die bijzonder is. En die gewoon nog steeds heel inspirerend werken. Dus ik hoop dat mensen inspiratie opdoen.